Kom maar eens klaar, klootzak! Kom maar eens klaar, klootzak! Kom maar eens klaar, klootzak! Licht in de zon van een verloop op een licht in de zon. Ik zeg, god, Johnny, ze willen je ophalen met een ambulance. En toen zei hij, nee, dat is geen sprake van hoor, ik ga met een taxi, al is het mijn laatste taxirit. En dat was het ook. Ja, we hoorden dat hij er alvleeskanker had. En dat er helemaal niks aan te doen was. Dat hij zou doodgaan. Mist u hem nog? Nou, het gekke is dat ik hem, heel, net of hij nog bij me is. Ja, ik heb niet het gevoel dat hij weg is. Misschien is hij weg als ik dood ben. Maar nu is hij nog, zolang ik er ben is hij er ook nog. Wat hij deed was ongekend. Het was zoals poëzie werd voorgedragen door hem. Dat was explosief, theatraal. Dat kwam vanuit zijn onderbuik. Dat was met schreeuwen, met gebaren. Dat was eigenlijk de enige prijs in Nederland die zich richtte op echt de voordracht van poëzie. En niet per se op de inhoud. En die bestaat nu niet meer. En het zou natuurlijk mooi zijn als die wel weer zou bestaan. En dat lijkt nogal te gaan lukken dit jaar, in het sterftejaar van Johnny. Ja, op 12 november, op zijn geboortedag. Nou, de eerste tekst die ik toen van hem met beeld erbij heb gezien, dat was Word dronken. En toen dacht ik, wow, dit is de man bij het geluid. Dit is, ja, dat was een andere wereld die toen openging. Men moet altijd dronken zijn. Zo is het. Dat is het enige waar het om gaat. Om niet de vreselijke last van de tijd te voelen. Uw schouders breekt en u buigt naar de aarde. Moet u aan één stuk dronken zijn. Het is tijd om dronken te worden. Als u geen slaaf wilt zijn, gekweld door de tijd, wees dan dronken zonder ophouden. Van wijn, poëzie, hashish of deugd.